Het is tijd voor de laatste dungeon in Wassermans Arena. Die vinden we hier bij de Northern Tower. En dan daar bovenop. Eerst vechten. Laat die gasten lekker rollen. Ik loop er gewoon in. Als een domme man. Gelet. Die Goblin King. Explosieven erin. Bats. Explosieven en grote combinaties. Leiden ons naar Wassermans Arena. De laatste arena die er is. Vijanden links, vijanden rechts. Loetjes hier en daar. Een kistje aan de andere kant van de muur. En maar loetjes rapen. Ik heb er niks meer aan. Oh, mogelijk in blokje niet. Mam en een shield. Die moeten we wel eventjes disabelen. Uitschakelen die shield. Bats. Bats. Er staan ook nog personen hier voor de deur. Die komen mij natuurlijk vertellen hoe het hier werkt in Wassermans Arena. Denken ze. Kijk wat er in het kistje nog zit. Crit damage up, 2 sterren. Ik ben er klaar voor. Hup. Wassermans Arena. De laatste dungeon die er nog is. Het gaat gebeuren. This time it's different. Er is iets vreemds aan deze portal, zegt zij. Misschien omdat het de laatste is. Let's go. Wassermans Arena. De laatste. Naar de overkant. Het is een enorm kasteel waar wij naar binnen zullen moeten. Gaan we dit nou op een veilige manier doen? Die eronder zetten. Hier, ik blokkeer hem in slijm, zodat ik door kan lopen. Wat een tactiek weer.
1, 2. Bam. Stroom in het ding. Bruggetje spannen. En door. Nou, Wassermans Arena. Daar gaan we. Wasserman, watery pool dweller. Ja, het is letterlijk wat het is, een waterman. Maar dit zag ik niet aankomen op deze manier. Moet ik op zijn arm? Nee. Even uitvinden hoe ik hem moet hitten. Oh ja, nu zit hij klem en dan kan ik stroom in zijn rug schieten, zo hier. Kijk. En dat komt dan in zijn hart. Hij wordt daar boos van. Zijn hand weer klem zien te krijgen. Ja, daar gaat hij weer. Bam. Die. Verkeerde knop. Hand vast. Stroom in zijn rug. Zap. Zo doen we dat, Wasserman. Goed kijken waar de bolletjes zijn en waar ik wel kan lopen. Gaat de wereld aan toe. Kijken waar de hits zijn en daar tussendoor manoeuvreren. Gaat heel wild aan toe. Kom maar, Wasserman. Slaan. Wat? Dodge. Die klemmen. Die daarin. Mis. Not enough MP. Nee! Nee! Oké, dit was dom. Niet genoeg mana. Hup, MP refilled. Klem zetten. Stroom erin. Heb ik een. Wasserman verslagen. De poort opent zich. Het was toch relatief eenvoudig voor een bossfight. Het zal toch niet de laatste zijn dan. Ik kan hier nog naar beneden. Ja, voor een kistje. Resonant Sword 9. Die is niet geweldig. Nee, nee. Wel weer een opwaard. De man gaat zich toch niet zo makkelijk aan de kant laten zetten, lijkt mij. Met 3 korte combo's.
Nee, inderdaad. Deel 2. Wasserman, Stomping Vagrant. En nog wat minions erbij. Kijk, altijd goed. Hier was ze, man. Explosief in je gezicht. Soms gaat hij gevaarlijk doen. Maar dat kan ik ook. Met een heavy attack hier zo. Bam. Laatste maan. Stage 2 ook aangepakt. Dan gaan we daar de tempel in. Waar het einde is, zie ik al. Kistje. Wassermans Resonant Leggings. Leggings. Is ook weer slechter dan wat ik heb. Ja. Ja. Loot. En geld. Even stempelen. Wassermans Arena. Nu hebben we alle dungeons gehad. En wat gaat er dan gebeuren is de vraag. De burgemeester die gaat zich natuurlijk niet zo makkelijk gewonnen geven, denk ik. Engulfed worden wij in de darkness. We worden ergens naartoe meegevoerd. Het hele dorp staat op de kop. Dat standbeeld in het midden doet iets geks. Ik heb slijm op mijn gezicht. Mijn haar is zwart. We moeten de mayor vinden. Ah, ik ben één geworden met de geestversie. We gaan in de volgende video de mayor zoeken. Graag tot dan. Joejoe.